طبعا جيرمان بريدي لازم تسود ووقتينس انا ده بشوف اني موت وبأخرهم جيوم الو جيوم يا ما انا شفت هيك لا انا شفت هيك لا كنت عارف كل سيزون هيك لا كنت شفت هيك او يا او سن نيكن دون يا يا اكو يمني يون يا بس وانا يوم ماتكي سبيلون من ده تيم زيت من الكومنت وتي دوين من التيم بوتو فشا لايف يا انداز منيو تنوتشي فم او اميك تاوك انيو تنوتشي فان ده تيم من التورنمنت بس يو ويتو او بول بدو او سا دينا كانت ignored ni ignore de quel team mais moi mon coup ça je me win tant non un pète match quoi et tout comme un green dans ce squad mais il brûle toi un Duitse coach terwijl dat hij eigenlijk allemaal spelers heeft van Spanje wat het rooie kan vandaag mijn eerste match na de puntloze wedstrijd van vorige keer zou het een desastreuze start zijn als ze ook vandaag weer zouden verliezen. Dat zou erg slecht zijn voor het moreel inderdaad. En ja, we proberen drie matchen te spelen en alle drie winnen. Ik kan wel weer spelen. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. Twee aanvallende doel van het veld vandaag. Het thuisspelende team gaat in deze op Julian Drexler. Zonde, die bal gaat net over. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. De keeper redt. Doet die goed. Help je, die ding is bij die. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. De bal draait mooi naar binnen. En als jullie bloemen doen, gaan jullie dat een heel raar gesprek doen. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. André Gomez. Bender. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Oeh, ja, trap. Sweven. Peukredding. En die was echt fucking onbetand. Omdat hij niet doorspoelt. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Ter Stegen. Bender. Nani. En abonneer allemaal op mijn kanaal. En laat nou, zeker hij gaat schieten of probeert als je die bal dichterbij te komen. En als je het niet leuk vindt ook. Die voorzet komt zo bij de achterhoede terecht. Belang in de kamer veranderen. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Een schermutseling om de bal. Als we 50 abonnees doen, Lucas. Houdt hij het hoofd toe? En hij heeft de bal terug. Prima actie. En, jullie mogen zetten in de comments. Of dat een GTA-stream wordt of een FIFA-stream. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Hij gaat ervoor. Die bal wordt gestopt. Nani. Ja, goed. Maar dat is heel klaar. Net op tijd onderschept. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Fraaie paas over de breedte. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. What the fuck, heeft die bal door aan dingen? Zo oppakken. Ja, dat is een makkelijke bal. Ja, ik ga proberen zoveel mogelijk te praten in de video's, maar ik kan de video's niet. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot?
En dan nog meer. Adouris. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Mogelijk een goede kans hier. Oeh, die pui. Ik laat toch de pui niet in. Het is een hoekschop. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Hallo. Wat is mijn stand? Julian Draxler. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dan wordt het dat altijd toestaan. Poot, ja, Het is wel op YouTube, hè? Ja, oké, nu worden ze mee. Jammer niet. Ja. Ja, we wilden hem niet meer. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Ah, spierblessure, ja. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Germain! Wat is de... Je moet dat scoren, hè? Oh, Germain. Germain, ze zijn niet brave, Westie. Wat doen? Doet hij niet of zou hij wissel doen? Ik weet niet wat Germain gaat doen. Ja, hier te missen we dan misschien. Prima, ja, ten eerste omdat ik jammer niet zeer kan zijn. Bender. Dat is Bender. Bender. André Gomes. Bender. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Ik denk eerlijk gezegd dat nu nog geen auto's gaat bekijken. Gaan we wel zo'n... Goeie ingreep van de keeper. Nee. Opgelegde kans op een doelpunt en goeie trap. De voorsprong. Wie bent? Ik denk ook dat een goede trap was. Appels. Oh. Serge Aurier. Ten stap. Voilà. Hij is er door. Germain, jongen, je moet dat scoren. Een koud kunstje voor de keeper. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ik vind het een nabbit. Penalty, dat is niet waar, dat penalty. Overtreding. Heel rood. Ik kan die verdediging nog doen. Heel, heel. Scheidsrechter geeft een penalty en een gele kaart. Was er dat hij geen rood krijgt even? Normaal kan ik goede penalties pakken. Ja. Dat is top, daar heeft hij geen... Dat ik niet was. De man moet winnen, maar het is de strafschop wordt benut. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. We gaan een keer een aanval van de en dan... William! Nani. Die man kwam daar plotseling. Ik had niet gezien, dus ik ben door. Dat doet hij goed hoor, hij heeft de bal te pakken zonder een overtreding te maken. Riskant, maar goed gedaan. Goeie ingreep van de keeper en ja, even als iets te laat is... Ik wil iemand op, sorry, ik dat wel. Was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Sorry, kan tot een kaart leiden. Quarantin Tolisso. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat zal ons de gelijkmaker kunnen zijn. Oh, Tolisso, jong, moet dat spelen. Wat een geweldige redding van de keeper. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Ik ga blindelings rijden naar de Los Santos Customs. Ik heb niet meer gelukt. Moet je winnen, kijk, we staan niet in boven.
Lekko zat er hier lek op, want Esther zat er echt puurig lek op. Allee, de turen. Allee. Jongen, waarom doet hij hem zo lang over? De domme paal heeft mij gestopt. You don't make me feel. Ja, en als jullie spelers weten, dat is een kunstkoe. De tweede helft is alweer begonnen hier. Een prachtige Santiago Bernabeu. Of dat misschien kan versparen. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Op welke speler dat zeker niet gebeurt. Wordt dit een doelpunt? Fucking hell! Jongen, waarom scoort die jong? Ah. Is zo slecht, jongen. Niet normaal, pull door alsjeblieft. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Geen blinde uithaal, maar een subtiel schot. Daar kwam de doelman net niet bij. Nee, even, dit was een geweldige goal. Lucas. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Die paas zorgt voor gevaar. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Corentin Tolisso. Kon de bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me dik. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Eén speler is van wie we meer hadden verwacht vandaag. Dan is hij het wel. Nee, zijn trainer kan onmogelijk tevreden over hem zijn. Hij komt weinig aan de bal. Zijn medespelers weten hem totaal niet te bereiken. Ja, als zo'n speler geen rol van betekenis speelt, ja, dan is de overwinning ook ver weg. Wie pakt die bal op? Goed. Kom daar de aansluitingstreffer. Je zou denken van wel. De aansluitingstreffer. Ze komen weer iets dichterbij, Juri. Ja, misschien wordt het nog spannend. En je hebt daar ook over kluis. Ik ben even zitten wel niet. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Germain. Een schot. Gaat u nu weer wisselen? Mooi. Bam 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 bam. Ik heb eigenlijk nog één vraag voor jullie. Zullen jullie al meer like-button drukken hebben? Oh. Als ze nog niet gedaan hebt, heb ik één hoe je raakt. Knap hoor, zoals hij zijn lichaam voor de bal draaide. Drukken, zoals je nog nooit gedrukt hebt. Mooi hakje hoor, maar onderschept. Uitstekend. Goede aan. Wat nu eerst? Waarom moet ik die hand op start, jongen? Je gaat dat iedere keer doen als je een bal bezet, dat ben ik zeker. Aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Mentre. Kijk Hallo. Eens. Prima actie Hallo. Van de doelman. En het is weer aan de keer. Oh ja. Die pak die bal op. Is. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Oh, Perine is echt zo strong. Wat doe je als hij even? Bruno. Wat gaat hij doen? Zelf op de bal af. Daar komt hij scoren. Een top, top. Oh, yes, top range. Ik denk dat er geen twijfel meer over is wie je vandaag gaat winnen. Op doel is hij, dat is niet slecht. Is dat niet uitgekregen? Nou Juri, we hebben allemaal eens een mindere dag en daar heeft deze keeper ook last van. Hij speelt een beroerde wedstrijd. Hey, weet jij dat? Of dat de Marshall, of dat je de Marshall in een garage kunt storen of dat dat Pegasus is? Ik denk dat was de Marshall. Die monster truck. Julian Draxler. En die komt dan niet in een garage. Oké. Okay. Dan is het goed. Oh. Omdat ik Pegasus nu komen.
Maar een snelle pet is een speelpunt. Omdat dat dan kan bestaan via mijn CEO. Het is wel een cargo bob in de avond. Wat, cargo bob? Ja. Oh, dat is een glitcher. Hè. Dat is een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Nee, dat is een... De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als ja, helikopter, erbij? Maar ik kan dat niet in een garage doen. Ja, dat is de bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Ja, een glitch. Ja, maar niet. Ik bedoel legit. Waar is de cargo bob? De tegenpartij is nu aan zet. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Gewinnes! Die paal heeft het zwaar te verduren, zeg. De paal. En dat is fucking lekker. Dat is het ding. Dat kan niet. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Germain! Applaus, Germain. Dat is het doelpunt. Ja, goed man, goed man. En ik kan even zeggen, over het goede hoofdkoel. De wedstrijd is nog niet uitgespeeld. Over het goede hoofdkoel, dat een pak moet komen, dat is een beetje een maatje. Dat is een beetje een maatje. Dat is een beetje een maatje. Vitolo. André Gomes. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Want die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Een zuivere tackle, maar de bal verdwijnt over de achterlijn. Of een vertraag met Joe, moet dat team nog spelen. Slaat hem weg. Dat is het beste. Hij komt nog maar net vooruit met de bal. Goeie ingreep, maar is de bal op. Wat de scheidsrechter fluit, zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Moet een match afdelen. Dat was het maar in de spelen. Oh, dit kan een kans worden. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Die voorzet draait naar binnen. Oh, bijna, bijna. Ah, shit. Wie pakt die bal op? De scheidsrechter geeft een inworp aan. De ingooi wordt snel genomen. Gestopt door de verdediging. Dat zou de gelijk worden zijn. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Nog 10 minuten te gaan. Genoeg spelers voor de goal. Julian Draxler. Goeie ingreep van de keeper. Opnieuw een hoekschop. Hier ziet u hoeveel corners de teams hebben gehad. En ramt de bal met zijn vuist weg. De supporters schreeuwen de thuispartij richting het doel van de tegenstander. Gaat hij het nu doen? Wil scoren. Wow, yo. En dan met je karren hier. Corner en iedereen gaat op zijn positie staan. De keeper bokst de bal weg. Prima voorzet hoor. Goed verdedigd, maar die voorzet stelde ook niet veel voor. Germain. Wow. Marquinhos. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ja.
We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is blij dat er nog wat tijd bij komt. Ja, oké, ik ben blij. Ik ben nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Ach, zo man. Nani. Mogelijk een goede kans hier. Yeah, fuck the nice one. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Einde van de wedstrijd. Stand 3. Hij zegt er geeft een penalty. Nee, kom op. Nope. En ook een vriendelijke bal. Jammer. Wajo, ik weet niet hoeveel dat die wagen kost, maar je gaat best snel, dus ik ga hem kopen. Weet je heel veel dat de Reaper kost in GTA? Nee. En wel, ik weet niet, maar je gaat fokt op snel. Ja? Ja, hè. Moet je eens een klein beetje op de gas duwen. En dat is, ik denk dat nu zeg maar niet engine mod is en al, hè. Oh my god. En je moet je eerlijk gezegd even opletten. Want als ik hier blijf op mijn gas duw, wow. Ik vlieg hier gewoon door naar Los Santos. Zonder vleugels moet nalangen, gewoon. Zijn. Maar dat is natuurlijk altijd, dat is moeilijk. Wow! Ah, het is best laat. Wow, joh, ik trek top! Is best wow. Ik zeg het best. De beste pilot die heeft is de Foos. En Sonic. En, ja, die gewoon was het. United en ik. Voor de rest. En de man. Oh, joh! Nou, dan even laat je de Foos en de andere. Iedereen van harte welkom. Evert ten Apel is mijn naam. Ja. En naast mij zit. Juri Mulder en welkom allemaal, zou ik maar zeggen. Beste lekker. En nog te komen van Paas. Deze wedstrijd was binnen een mum van tijd uitverkocht. En eindelijk is het begin daar. Het stadion zindert van de spanning. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Er is dit keer gekozen voor een 4-3-3 systeem met een spits en twee vleugelaanvallers. Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, hopelijk leuk aanvallend voetbal. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen om hun man voorbij te komen. Memphis Depay. Julian Draxler. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ik ben even de plekken waar hij het zeggen zo komt. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Yes, is ze delivered. Ja, we zijn hier. Memphis Depay. Hij redt en heeft de bal vast. De naam van de... Hij krijgt hem op die slot. De keeper redt op fenomenale wijze. De bal loopt over de andere hoekschop dus. De bal komt op schoot. Dat is raar. Kan hij dat? Ah, ja. Ja, maar dat heeft daar niets mee te maken. Ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Het eerste doelpunt van vandaag. Hij komt nu op een afstand. Ja, tuurlijk. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Memphis de Pai. Julian Draxler. M's dan nu ook wees gemaakt. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal. Wat is er les? Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Ja. Ze krijgen een ingooi. Ik kan niet dus. Delft, Leroy Sané. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Rodriguez. Ja, even de pose drukken. Een breast doen dan Guillaume. Ja, ja. Alleen hier een paar keer. Wat heb je allemaal meegemaakt? Party.
Amai, amai, record. Allee, Guillaume, praat. Ja, ik praat, ik praat, ik praat. Ik praat met een tong. Ja, wat is juist dat? Julian Draxler maakt zich wellicht al op voor een schot. Geweldige kans. Gaat hij erin? Die doelman pakt de bal makkelijk. Trapje. Wat hij een trapje. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Germain! Oh, Wat een geweldige redding van de meer keeper. dan 90 keeper. Machtig en een hoekschop. Geen doeltrap. Hij probeerde het met Nee, zijn hoofd. ik is Prachtige verschuurd. poging, dat wel, maar niet Ja, het doel. keeper of niet. Hij strekte zich helemaal uit en Ik hij niet kon de bal zagen. gewoon niet naar beneden koppen. Manuel Lanzini. Oh. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? En hij Ja. heeft de bal kwijt. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. En dus snap loopt Ja. deze aanval op niets Ja. uit. Ja. Gaat hij het nu doen? Nou, Rodriguez. Hey, wat dat erop staat is dat Marieke geen space cake kan maken. Ja, kan Marieke geen space cake maken? Hij raakte met zijn hoofd. Nee. Aan zijn sprongkracht. Ja, hij heeft dat gestuurd naar mijn Mooi hoog in de lucht. Maar hij kon er gewoon niet bij. Ik heb het niet eerlijk aan het hoog om goed te kunnen koppen. Heudel. Delft. Serge Aurier. Lucas. Lop. Gaat dit hem worden? Germain! Een super redding hoor, de keeper. Wie gaat de hoekschop nemen? Hij kopt de bal! Daar reageert die keeper alert. Wow! Dat is echt een geweldige Dat is een van de dochter. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Delft. Ja. Heb te veel voor dit een nulpunt. Ja, maar het is dus erbij. Leroy Sané. De dochter is een goede kletsje hier. Jij. Ze gaan weer gelijk op. Oh. Die beste. Au. En nogmaals de goal. Nou, de verdediging ziet ja. er daar niet best uit. Kabel. Ze hadden geen idee waar ze bal moesten zoeken. Kijk je die kerel in Brighton voor mijn ziel. Stuur hem het bos in. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt. Dit wordt menens. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Kom aan. Memphis de bal of een bal. Germain. Oh my god. Fenomenale wijze. Nee, Jom is echt een pro die bal. En die bal gaat achter, het is een kop. Mijn chocoladeskills moet niet meer. Oh, chocoladeskills. Ik weet niet van mij. Jawel. Moet eerst chocola en dan pas kun je goed doen. De keeper heeft hem. En dan is het een Iets waar Manoa weer mee gedacht hebben. Hij kan alleen door, maar heeft ook afspeelmogelijkheden. Spin. Hij probeerde met een kopbal. Oh, de keeper heeft een geluid. Een geweldige redding van de keeper. Ja, dat en kan nu krijgt weer een corner. Hop, hier naar rechts. Naar rechts. Delft. En hier naar links. Hij laat doorspelen. En dan rechtdoor tot aan hij oh, de training. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Wie pakt die bal op? Ik kan straks nog een beetje racen. Hij neemt de bal Allemaal mee de richting het doel. Gaat hij voor eigen zijn. Succes? Ja. Ik had nog meer verwacht van die aanval. Het ze zijn de bal kwijt. Het bal kwijt. Comments. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Memphis Depay. Trictuari. Dat was een 10 comments game. Germain. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Ik hoop dat ze dat een 10 comments game. Nee, ik Chibiel CDB. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Germain. Een belangrijke treffer waarmee het team op voorsprong komt. De voorzet op maat en hij hoeft hem alleen maar in te knikken. Ja, de keeper was kansloos.
snel teruggekaatst. Adem Ben Arfa. Lucas. Quarantin Tolisso. Manuel Lanzini. Delft. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Schot gelost. Goed, oh, cool. Prachtig, prachtig. Doelpunt. Oh, ja, daar waren ze totaal bij de les. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoel te horen krijgen. Duidelijke gebrek aan ja, dat zo een dikke marihuana als een keer schoen. Wat een wedstrijd. De bal rolt door. Ja, inderdaad. Ja, die andere ding. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog ja, meer aan maar gaat ook daar van marihuana zijn gesmolten. Ik bedoel de andere ding. Dat is een Rodriguez. Wat? Wat? Dat is cool. Is zaak voor het andere team om te reageren. Doe een toro. Hoor, kom je op tuin. Dat is lekker zo'n doelpunt net voor de rust. De ja, goede tijd, ik zou zeggen. Dan heb je. Oh ja. Lucas. 3, 2, 1. Oh, die daad. Oh. We gaan rusten bij 3-2 ja. En eens kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Nee. Zet allemaal in de comments wat jullie vinden van de Dapping game. De eerste helft. De tweede helft is alweer begonnen hier in het prachtige Santiago Bernabeu. Oh nee, Germain is geblesseerd. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hatem Ben Arfa. Dit krijgen. Germain. De doelman pakt de bal makkelijk. Daar is het balbezit. En nu? Alles is beter. Hij mag lang spelen. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wow. Wanneer eigenlijk? Manuel Lanzini. 15 of 14? Hier wordt goed gepaast hoor. Ja maar hoe oud zijn nu? 15 of 14? Julian Draxler. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ja, ik vind hem volgens Germain. Hij scoort en hij brengt de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Dat is wel een. Uiterst beheerst afgemaakt. Ik hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan het er is. Er vindt één dame, ze scoren de ene na. Goedemorgen, hartjes. Ik kom hier zaal nu maar in. 3, 2, 1, go. Goede kans hier. Goed verdedigd. De ene mensen erin staan. Handen zit voor de andere ploeg nu. Kijk of het dat oplevert. Dat goed, ja. Wanneer zie ik nog je benen? Ben ik gisteren geweest. Je moet wel zijn, als ik moet het weer doen. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Weet dat allemaal. Manuel Lanzini. Ja, goed ook. Scheidsrechter geeft voordeel. Het is jammer dat we niet in de video's maken. Overtreding, vrije schop. Ja. Doe. Oh shit, dat huis kan afbranden. Heb je al een live challenge? Nee, misschien niet. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Oh shit. Staat hier. Trap. Ja, trap. Doe je deur toe. Ik ga hem nog afrijden. Zijn die keer aan? Ja, dit gaat helemaal. Goed. Nee, die bal gaat er niet in. En de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Oh, maar kan alleen maar het refrein, hoor. Ja, ik ben toch wel een vingertje. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor wacht even. Kijk eens. Oh mijn god, dat is mijn burger niet terug. Ja, ik wil het roep mee. Zing het. Moet je dat doen? Moet je zingen? Hoe gaat dat nu alweer? Waarom reden? Het begint dan niet zo van mama.
Ik ben een kind van de duivel. Ik ben een kind van de duivel. Een beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Dat zou een fijn spier moeten zijn. Niet huilen, feesten tot de duivel. Tot elke dag weer de laatste is. Julian Draxler. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Dat mag gewoon breed. Dat is een spiek zo. Zijn aan elkaar gewaagd en dat zie je ook terug in dit overzicht. Ja, ongeveer evenveel. Jongens. King en zingen. Marquinhos. Voilà. Leren zingen met Guillaume. Beste zangtalent. Wereldtalent. Beste wereldberoemd. Jongens, ik denk iets vroeger van ik, wat ik vroeger gedaan. Gaat hij het nu doen? Graag. Ik kan gebroken uit zitelijk te van. Weet je wel. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan de reguliere speeltijd over. Trap. Wordt dit een nulpunt? Hij heeft een sterk schot in de benen. Weet je wel. Weet je nog iets? Maar niet, iets wat hij deed. Nee. Niet echt veel meer. Nee, weet ik niet. Daar heeft echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Ja, dat was zo natuurlijk. De keeper heeft hem. Deze doelman houdt zich. Dat was verstaanbaar. Iedereen zou toch daar nam in mijn plaats. Nee, ik niet. Ik zou dat in orde. Ik heb zelf. Ik had het niet zo aardig, maar zit nu volledig op slot. Misschien durft hij toch nog een beetje risico te nemen. Anders dan kunnen we gewoon. Hij was echt samen met Björn, ja. Eens kijken of er iemand kan scoren. Top, die voorzet. Ja, maar nu niet meer. Ja, boy. De laatste keer dat we gepraat hebben, tel ik meer dan een jaar. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Bonnek is alleen 3 jaar geleden. De keeper redt op 2-0. Bonnek is 3 jaar geleden. Een hoekschop in de slotfase van de wedstrijd. Meneer Bonnek was al op schoolfeest. Grote spelers draaien hun hand doorgaans niet om. Ja, op school is van de zus terug. Misschien wordt de druk deze speler hier te veel. Ah ja, de zus had er ja, dit soort kansen zijn normaal. Moet je dat zien? Moet hij niet aan het doelpunt? Doelpunt, daar is hij dan toch. Moet hij niet aan het doelpunt? Ja, moet hij niet aan het doelpunt? Ja, moet hij niet aan het doelpunt? De zus zit al nu in het eerste moment. Nee. Zijn nu nog maar een vriend. De wedstrijd komt er nu heel anders uit te zien. Wat een prachtige paas. Hij is er bijna. Ja, ze is bijna. Dat is wat klein niet. Dat is oh, dat is aan tegen je dat ze die video moet kijken. Leroy Sané. Is hij eerlijk YouTube? Nee. Ze is echt een dom voor. Ik weet niet dat ze moet starten van haar computer. Heeft ze dat computer? Dat is een belangrijke ingreep door de verdediger. Is de computer? Zo, een ding is. Een computer met een computerscherm. Of is het gewoon een laptop? Het is een laptop. Dat was wel een hele slechte doeltrap. Ja. Een computer is wel die bak, hè. Dat is een computer. Ja. En een computerscherm ja. En een PC. Well, ik heb nog een laptop met een computerscherm. Ik heb mijn computer al weggedaan. En dat is wel het doel staat te trillen. Wow, Pau. Pau. Twee palen. Eén paal. Twee palen. Ja, lekker. Drie polen. Vier polen. Ja, daar draait het om bij voetbal. Ah ja, en Damjan, die kerel was cool. Oh, ja, wat is er van Damjan? Weet je, hier dan nog in het eerste leerjaar of zat je hier dan nog niet? Jawel, ik zat er al. Van tweede minuten al. Leuk, ik van het eerste. Van het eerste knieter? Oh. Ja, ik van het eerste knieter. En nu dus? Maar die kerel was cool. Ja. Dat was bijna moeilijk voor hem te verstaan, weet je nou. En juffrouw Olivia had dan een woordenboek gekocht van Nederlands naar Pools. En ze zei dan Ananas, hè? Ze hoorde dan zelf wat Ananas was, weet je nou? Ja! Ik vraag zo aan Damjan, wat is ananas? En Damjan, ananas. Hij zat er verder langs en die had het woordje ananas. Ananas, wat is ananas? Ananas. Zo van, bitch, you're stupid. You're stupid.
You're stupid for me. Boy, you're stupid. Moet je ook tegen. Oh, en weet je nog, shit, ik heb je dingen niet meer. Weet je nog toen dat Jethro Mohammed zijn hoofd tegen de rond gedaan heeft? Dat er dan echt heel dingen op zijn hoofd zat. Ja, dat was super goed. Ja, maar je verdient het ook, hè, Mohammed. Ja. Laat ze nog pakken. Ik heb Jethro vandaag nog gezien, hé. Hé, kan hij dinges? Jules? Ene Jules. Wat, in het eerste jaar zat je daar in de school? In de school waar je nu zit, zat je daar in het eerste jaar? Ja, ik zat daar in het eerste jaar. Welke school zit je? In NAVO en in het Atheneum. Wat, zeg je de broeien in naam? Atheneum van NAVO. Ja, en kan je echt de Jules niet? Nee. Ja. Nee. Het had een andere school zijn dan die dat. Ja, voor wat? Kan je echt Jules niet, hoor. Ja. Nee, ik heb geen Jules. Ja, ik kan prolijk... Ja, maar dat komt... Ik kan prolijk eruit de school in een van mijn video's. Ik wist het niet. Ja. dat komt misschien ook, misschien zit hij er wel. Maar ik praat niet echt met eerstejaars. Eerstejaars zijn echt zo awkward. Maar je zit niet in het filmpje. Ja. Ah, je zit in de meeste zet hij dan. Je zit hier in de waarom is Mbappé? Waarom is Jan? De helikopter is er aan. We kunnen aan niet zingen, jongen. Felix. Ik had lekker zin om een telefoon te verkopen. En dan gewoon lekker die pakketten doen. Nee. Weer naar boven. Kom maar, helikopter. Je kan het nog. Ik kom daar ook uit aan. Allemaal speels verkopen. En ik ga dat pakket kopen. Ja. 24 items, dus die mocht je dan niet. De meest indrukke spelers, ja, want wat spelen, allemaal spelen. Het is allemaal groot, allemaal wat. Kom maar, cargo. Je kan het. Nee! Kom maar, cool. En daarmee kom maar, cargo, we zijn er bijna. Denk ik weet het even niet. Ik wou voor het kijken naar deze video. En dit is de video.